dat is gebeurd, gestemd. Ja. Nu is het afwachten natuurlijk. De situatie is natuurlijk zo van, u bent geen burgemeester, er is een burgemeester en die start altijd met een burgemeestersbonus. Ja, die heeft voorsprong. Wij starten ook met een paar horden achterstand vanuit de oppositie. We hebben werk gehad aan vervelling, aan vernieuwing, maar we zijn er wel in geslaagd om dat te doen. En ik denk dat dat een heel belangrijk signaal geweest is naar de kiezer. Ik heb ook de indruk dat dat gewerkt heeft. Bij de vele huisbezoeken voelde ik toch duidelijk dat er erkenning was voor het nieuwe project dat we op stapel gezet hebben. En ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat de mensen bewust zullen kiezen voor een project. Hoe werkt dat nu? Als u er nu uitkomt als grootste partij, dan hebt u volgens de ongesproken wetten, de ongeschreven wetten, het initiatiefrecht. Neemt u dat dan? Begint u dan te onderhandelen? Absoluut, ja, dat zullen we zeker nemen. En we zullen zien wie bereid is om samen een goed inhoudelijk programma voor de stad te maken. Ik denk dat dat nog voor de Kortrijkzaan het belangrijkste is wat telt. Dus vol vertrouwen tot binnen een uur of 5, 6, 10 om te zien wat er gebeurt. Ja. Burgemeester, zo'n dag, hoe ervaart u dat? Korte slaap, maar goed slaap en juist gestemd. Veel vertrouwen, hè? De zon zit uit, dus dat ziet er goed uit voor ons. Ja, je hebt nu de campagne doorgemaakt. Hoe is het gelopen? Stemt het inderdaad tot vertrouwen? Zeer intens, heel hard gewerkt. We zijn eigenlijk deur aan deur gaan vanaf 15 mei. Nooit gestopt. Goeie groep, heel veel plezier. En gisteren symbolisch afgesloten en een café ronde. Deelgemeen en in de stad. Maar de sfeer zit goed. Ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Ik denk dat het goed gaat zijn. En ben je nu in gedachten voortdurend verschillende coalities aan het vormen? Of? Nee, eerst kijken we dat de zetels die er zijn en dan moet je meerderheid maken en zo gaat dat doen. Maar het zit goed. Ik ben eigenlijk relatief rustig. Mijn 11e verkiezing al. Het is de eerste keer dat ik zo weer vertrouwen heb. Ja. Ik hoop dat ik mij jezelf niet vergis. Wie weet. Maar het hangt natuurlijk af van wat de andere partijen doen. Hè. Ja. De meesten zijn erover eens van u zult goed scoren. Maar dan hangt het ervan af. Ja, juist. Als je een coalitie moet maken, moet je 21 zetels hebben minstens. Dus, we zien wat dat heeft. Ik hoop dat de coalitie goed scoort. Ik hoop dat ook voor mijn collega's van de partij. Dat die goed gewerkt. Dus ik geloof in die coalitie. Ik zou die graag wel verder zetten, maar dan moeten we vooruit gaan. Dat is de voorwaarde. We gaan zien wat dat heeft. Toch nerveus nu? Of? Nee, hè. Normaal is dat hard nat en nu is dat vrij droog. Goed teken. Okay. En hoe voelt u zich vandaag? Gewoon, ja, zoals altijd. Hard campagne gevoerd en we zien wel. Gemotiveerd alleszins. Ja. Gisteravond nog wat laatste loodjes? Ja, eigenlijk. We hebben gewerkt tot op het laatste. Maar ja, campagne voeren, dat is de ultieme fase. Het werk begint altijd de eerste dag na de verkiezingen. We hebben de voorbije 6 jaar hard gewerkt. We hebben vervolgens, denk ik, toch wel een sterke lijst gemaakt. We hebben een hele positieve campagne gevoerd. En dat samen moet normaal kunnen garanderen voor een behoorlijk resultaat. Dat gaan we afwachten met vertrouwen. Ja, u hebt er vertrouwen in. 6 jaar geleden viel het wat tegen. Ja. Meer vertrouwen deze keer? Ja, meer vertrouwen. Ja. Ik denk het wel. Hè. We hebben een goede campagne gevoerd. We hebben goede reacties gekregen eigenlijk tot gisteren. Hier vandaag ook. We zien wel. Hè. Dus sowieso, we gaan ervoor. En we hebben 41 gemotiveerde kandidaten. En samen geeft dat heel veel vertrouwen. Vanmorgen zag ik burgemeester van Quickenborne. Die zegt de coalitie behouden. Ja. Voor u ook? Is dat ook uw mening? Ik zou iets voorzichtiger willen zijn, omdat ik toch vind, ja, ongeveer nog de helft van de mensen in Kortrijk moeten nog gaan stemmen. Dus ik zou toch vragen dat we die mensen eerst gaan laten stemmen, dat er vervolgens geteld wordt, geregistreerd wordt, en dat we dan zien wat die kiezer wil. En als die kans bestaat, laat ons dat doen. Maar laat ons nog een klein beetje geduld oefenen. Ja, maar in dat scenario wordt u wel geen burgemeester dan? Oh, dat moeten we nog allemaal bekijken. Ja. Ik zou daar ook heel voorzichtig in zijn. Als u moet kiezen, welke van de twee gaat u dan voor? Laat ons eerst de mensen laten kiezen. En dan gaan wij wel kiezen. Ik ga er niks uit krijgen. Hoe zeg je? Ik ga er niks uit krijgen van voorspellingen. Je gaat er niets uit krijgen wat er vandaag nog niet uit moet. Krant van West-Vlaanderen, leef met je mee.